Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Van de space ding hier, ik weet niet of je het kunt zien, voor de vijfde keer na elkaar, hoe komt het? Je gaat het niet geloven, maar wij hadden telkens 5 minuten wachttijd. Dus dat was buiten, terug binnen, buiten, terug binnen, buiten, terug binnen. Dus dat hebben wij gedaan. Voor de rest, wat moet ik nog zeggen? Na de vierde keer begon dat keihard te shaken, zeg maar, en dan deed mijn kop op den duur een beetje pijn, maar daar kon ik niet echt aan doen. Dat lag niet aan de rollercoaster, maar ik had mij gewoon niet zo goed vast. Voor de rest, gaan wij nu in de vrije val, dus dat is 50 meter omhoog en dan gaat de zo naar beneden in één stuk, dus dat is fucked up, maar dat is wel heel plezant, dat heb ik helemaal gedaan. Tower of Terror denk ik dat noemt, zoek maar eens op dingen of ik zal beeldmateriaal fixen. Voor de rest ga ik gewoon nog een attracties doen dat ik leuk vind, want ik ben hier nu de tweede dag en ik zal jullie het wel laten weten, tot dan. Man, ik wil gewoon even vermelden dat de Hollywood Tower Hotel dingen lift naar beneden, dat dat eigenlijk helemaal niet zo speciaal is. Dus gewoon erin gaan en ja, die van Walibi vind ik erg. Ik ben geen Star Wars fan, maar ik heb het toch gedaan en die attractie sukt.